Hallo allemaal, ik ben Nathalie. Dit is weer een korte aflevering van Nathalie's Trimvlog. En wel hierom. Ik wil jullie graag laten zien dat je een verveeld hond door middel van een natte scheren toch nog wat langer kan laten. Kijk, dit is een harlekijnpoedeltje met een hele zachte, wollige vacht. En wat is hier nou gebeurd? Deze hond laat zich niet zo geborstelen door de baasjes. Want dan gaat ze bijten. En dan heb ik geprobeerd om hem, zeg maar, om haar met de 7 mm voor het bad wat korter te krijgen. Nou, zoals jullie zien, dat ging gewoon echt helemaal ging dat niet lukken. Kijk, want het zit echt helemaal in de klit. Kijk, het is echt... Nou, je ziet het wel. Het is allemaal vilt. Het is ook nog eens heel zacht. Dus je komt daar gewoon niet op de huid. Nou wil ik jullie laten zien dat door middel van dat je zo'n hond nat scheert, je ze altijd nog zeker... Dit is met de 7 gedaan. Ik ga er nu met de 9 proberen. En dan ga ik het opfeunen. En dan ga ik jullie laten zien dat je toch nog wat lengte kan behouden. Doordat je het nat scheert. Sorry voor de lawaai. Ik ga even kijken sowieso of de 9 ertussen komt. Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat hij er niet tussen komt. Nou, dat is eigenlijk is dat alweer een soort van ijdele hoop. Kijk, want het is gewoon watten. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is gewoon watten. Kijk, je krijgt het eigenlijk gewoon... Zie je, het gaat er gewoon weg. Nou, je moet zo ontzettend hard duwen. Ik kan wel even kijken of een gedeelte... Want het is natuurlijk ook koud, hè jongens. Het is volgens mij 28 november. Als het niet al... Kijk. Dat zijn echt de viltstukken. Ik neem die mensen helemaal niks kwalijk. Want het zijn hele lieve en leuke klanten. Het enige, ja, ze laten zich niet borstelen. Dus ja, dan krijg je natuurlijk al gauw dat ze in de vilt gaan. Maar ja, sommige stukken kan ik dus wel doen. Ja. Nou ja, als we een klein beetje mossel hebben... Kunnen we het kijk maar, je kan het gewoon in één stuk afscheren. Ik ga er even zonder de... Want jullie weten, bij ons staan de hondjes eigenlijk opgepakt. Ik ga even proberen hoe we hier komen, want het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik dat hondje gewoon met de 9 kon scheren, even op kon veunen, dat we dan nog wat lengte erop op zouden kunnen behouden. Maar dit is echt een 9 mm. Nou, jullie kunnen je voorstellen dat dat niet denkbaar is als dit droog zou zijn. Dan kom je daar echt niet met de 9 mm kom je daar doorheen. Je kan het eigenlijk jullie zien hoe braaf het hondje is, hè? Maar ja, kijk, wij zijn natuurlijk iets strenger. Het zijn hele lieve baarsjes, maar ja, misschien moet ik toch ietsjes fermer optreden. Want wil jij die van wat ik heb open meenemen? Ik ga aan Esther vragen of ze even de vlog nu wil stopzetten. Dan ga ik zo ver mogelijk als het lukt, ga ik dit hondje verder scheren. En dan komen we, als ik het afgeschoren heb, komen we weer bij jullie terug. Tot zo. Nou, we zijn zover dat we het kort hebben gemaakt. Helaas is het me niet gelukt om het met de 9 te doen. Alleen maar stukjes, dus ik heb zelfs het lijf met de 7 gedaan en de benen met de 5 mm. Ik kwam er gewoon weg niet doorheen. Dus nou ja, zo is het dus geworden als ze dus nat geschoren is. We gaan daar opfeunen en dan ga ik jullie laten zien hoeveel haar er dan nog op zit. Ook de kuif heb ik eraf moeten halen, dat was één grote bonk.
Nou ja, de oren ga ik even kijken wat ik daar nog mee kan. Want die ga ik in ieder geval natuurlijk wel een stuk korter knippen. Want dit staat niet zo leuk. Maar zo ziet ze er dus uit als ze geschoren is nat. Benen met de 5 mm. En lijf gedeelte met de 7 en met de 9. Ja, ik ga erop feunen en dan komen we zo weer bij jullie terug. Adios. Hallo lieve vloggers. Nou, hier zijn we weer met... hoe heet ze ook alweer, Liek? Ginta. Oh ja, Ginta. Ginta. Nou, als jij even op haar vacht kan kijken. Nou, zoals jullie zien hebben we er net helemaal opgefeund. Kijk, dit is wat we helaas niet hebben kunnen doen voor het bad. Of althans, toen ze nat was. De scherkoppen gingen er helemaal overheen. Nu heb ik een 9 mm erop zitten. Kijk, bewijs, 9 mm. En dan ga ik toch kijken hoe het is als we er nu gaan scheren. Kijk, en zoals jullie zien, heb ik er met de 5 voorgeschoren. Althans, dit met de 7. Kijk, en omdat we hem nat hebben geschoren, blijft er toch nog wel een laagje op staan. Wat je absoluut niet zou gehad hebben als je het droog zou gedaan hebben. Want dan had je er gewoon ja, met een 3 waarschijnlijk overheen gegaan en met een 3 nageschoren. Maar nou, zoals jullie zien, er komt zelfs nog wat vanaf. Dus zo wil ik graag laten zien aan jullie dat je, als je zo'n hondje wat verveeld is, gewoon nat scheert. Dat je dat toch nog redelijk lang kan scheren door het gewoon nat te scheren. He, want jullie zien het, is toch nog wel... kijk, en dan kan ik dit eventueel kan ik nog even met de gewone schaar nadoen. Maar hoe bijzonder is het dat er toch nog zo'n lengte op zit? Ik zou graag even een kammetje en een schaar willen. Ja, dan kan ik jullie even laten zien. Nou ja, dit is helaas pindakaas... Hier komt een kammetje. Kijk, en zoals jullie zien, kijk, dat is wel mooi aan het kammetje dat jullie dat kunnen zien. Zit er gewoon nog haar op. Kijk, er zit toch nog een laagje haar op. En het is mede dankzij dat ik dat gewoon nat heb kunnen scheren. En nee, je koppen gaan daar niet harder van slijten. Daar hebben wij in ieder geval nog nooit wat van gemerkt. En kijk, het buitenlijntje en zo, dat knip ik gewoon netjes bij. Zo blijft er toch nog gewoon een heel mooi hondje over. Buiten natuurlijk de kuif, hè, want ja, daar we zijn natuurlijk geen tovenaars. Dus daar konden we gewoon echt niks mee. Nou, zoals dit. Het is toch heel bijzonder dat dat nog zo lang is. Ik ga eens even kijken wat ik hiermee kan. Ja, hier kunnen we natuurlijk niet veel mee. Ze vindt het ook niet zo heel erg leuk. Ze vindt het allemaal maar een beetje eng. Nou ja. Zich heb ik dan wel geschoren met de 1.8. Want ja. Daar konden wij niet zoveel mee. Kijk, zat een haar er nog in die oren zitten. Nou, vindt zij dit niet zo heel erg leuk. Als ik dat eruit ga halen. Voorzichtig. Ik moet helemaal niet tegen. Hier, het beste is om dit er natuurlijk gewoon even uit te halen. Dat de oortjes mooi fris zijn. Maar het hondje is natuurlijk best een tijdje aan het geweest. Maar kijk eens hoe mooi schoon. Je kan het makkelijk, kijk eens hoe mooi, makkelijk even netjes uitplukken. Dat kan de andere kant ook even doen. Nou, dat valt me nog helemaal niet mee, Ginta. Of niet tegen bedoel ik natuurlijk in dit geval. Dat doe je knap. Goed zo. Ja, nou ja, goed. Wat gaan we met die oortjes doen? Ik wil even mijn Eef. Kan dat? Wel mijn sensei. Ik wil mijn sensei, jongen! Sorry meer, moet je kijken wat ze komen brengen. Nee, nee, nee. Die sensei.
Wat zit jij te kijken? Kijk. Ik doe dit gewoon nog een klein beetje bij. Ja, kijk, er zit natuurlijk niet veel. Dus ja, we kunnen er natuurlijk ook niet veel van maken. Maar wat we wel kunnen doen, is dit gewoon een beetje laten overlopen. Dan maak ik die oortjes gewoon een beetje korter dadelijk. Dit is by the way de fijne Sensei. Fijn getand. Ik ga natuurlijk niet die oren helemaal lang laten. Dus daar knip ik lekker wat vanaf. En dat doe ik dan niet met de rechte schaar, zodat het allemaal wel een beetje natuurlijk lijkt. Eens even kijken. Ja, ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken, maar weet je, het is altijd nog beter als dat ze er helemaal afgaan. We gaan dadelijk wel even aan de baasjes vragen of ze dit oké vinden. Dus ook dat ze misschien korter willen. Kijk, en dan ga ik nog even met die 9. Kijk, en als jullie dan zien hier, dat is het nog best wel haar. Kijk, dat kan ik mooi allemaal afscheren. Dus het is natuurlijk, zeker voor deze periode, is het natuurlijk best lekker dat dat hondje nog wat haartjes heeft. Het is nou eenmaal wel heel moeilijk haar hoor, dat moet ik wel toegeven. Want je krijgt het er bijna niet af. Maar kijk, als je dan heel even met een gewone schaar even na, hè. Dat zeg ik altijd, even met een gewone schaar. Dan zit daar toch nog. Dan zit daar toch nog een teeglaagje op. Dus ik moet je zeggen, ik ben aangenaam vast. En jullie meiden? Ja. Hè? Kijk, want als je dit dus af moet scheren, dan kwamen er zelfs op een gegeven moment een 5 meer doorheen. Kijk, en dit is gewoon dus een 9. Dus het heeft wel degelijk zin als je gewoon zo'n mondje eerst wast. Natuurlijk niet uitborstelt, hè, want dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dan ga je zo'n hondje nat blazen. Hey, hou eens op. Totdat hij bijna droog is, dan ga je hem gewoon lekker scheren. En het is ook veel minder pijnlijk, hè, voor zo'n hondje. Kijk, als je gewoon even een kammetje er doorheen gaat. Jongens! Hey! Moesje! Moesje! En dan heb ik het weer even op de kant. Kijk, dan kan je zien dat het toch nog steeds. Ga je op. Dat terwijl dit echt met de 7 mm geschoren is. Nou, nu wordt het heel cool. Leuk schatje. Leuk schatje. Dus ik denk dat dit wel een leuke vlog is. Want heel veel trimsters die vragen zich af als wij zeggen van ja, maar we scheren ze ook nat. Ja, wat dat eigenlijk voor zin heeft. Nou, kijk. Gewoon een net hondje. Met toch nog een beetje haar. Helaas geen kuif. Maar ik denk dat dit een betere optie is als het helemaal glad scheren met de 3 mm. Klitjes in. Zorg wel dat je het netjes afwerkt, hè. Nou. Kijk eens. Gewoon met de 9 mm kunnen scheren. Nou, ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga de andere kant doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Esther, hoe vond jij het? Leuk. Goed zo. Ik zeg tot de volgende vlog.